dit is voor mij echt Stichtse Vecht. Wat is er ontzettend veel te doen hier, hè? Ja, dat is echt Stichtse Vecht. Juliette, neem jij de mensen eens mee. Laat ze zien. Wat is echt Stichtse Vecht? Ruim 6 miljoen Nederlanders doen aan amateurkunst. Maar mensen kennen hen vooral als juf, opa of accountant. Niet als toneelspeler, pianist of vlogger. Daar is met de Iktoon-campagne verandering in gekomen. Heel Nederland is in de maand juni het podium van alle amateurkunstenaars. Ook wij in Stichtse Vecht doen mee met Iktoon, de maand van de amateurkunst. En we waren net lekker op weg met wat goede plannen maken voor deze maand en toen kwam een virus. Dus door een heleboel activiteiten is een dikke streep gehaald. Maar kunstenaars zijn creatief. Dus je ziet her en der op internet allerlei leuke initiatieven ontstaan. Die wat mij betreft misschien ook moeten behouden voor de toekomst, die we nooit kwijt moeten. Dus daarom in deze aflevering van Echt Stichtse Vecht, aandacht voor de amateurkunsten. We bellen aan bij zomaar een inwoner in Stichtse Vecht. Hey, hallo. Goedemorgen. Dag, Ellie. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn bezig met het programma Echt Stichtse Vecht. We maken een rondje door de gemeente. Ja. Mag ik je vragen, wat doe jij als beroep? Ik werk voor de Rabobank al een hele tijd. Kijk. En ik werk natuurlijk al een hele tijd thuis ook. Maar dat werk is allemaal prima thuis te doen. Dus ik ben eigenlijk een soort business ondersteuner voor een afdeling van, ik denk, 100 medewerkers. Maar daar kom ik natuurlijk niet voor. Nee, dat dacht ik al. Nee. Nee, wij zijn namelijk op zoek naar... Iedereen kent mensen als iemand van de Rabobank of als opa. Ja. Maar vaak zit daarachter ook nog iemand. Iemand met een hobby of iemand die iets heel goed kan. Ja. Jij hebt vast ook een hobby. Ja, dat klopt. Ja, weet ik al natuurlijk. Ja. Zeg, ik maak muziek. Ik speel sopraansaxofoon bij het orkest van Tienhoven. Ja. Sopraansaxofoon? Ja. Heb je hem? Ik heb hem bij de hand. Hij staat eigenlijk altijd in de aanslag om te oefenen, te repeteren. Kijk, hoe klinkt dat? Hoe klinkt dat? Ja, het instrument bekijken is leuk. Hij klinkt mooi in het zonnetje, maar... geen dingen bij de hand waren. Nou ja, een paar tonen. Kijk. Maar dan liever een leuke melodie erbij. Ja. Dat is natuurlijk beter. Ja. En dit doe je alleen. En dat is leuk. Maar leuker samen. Ja, samen is natuurlijk leuker. Want wij missen wel een beetje het repeteren in orkestverband. Want waar speel je? Bij orkest STG in Tienhoven. Ja, dus dat is wat mij betreft altijd op loopafstand. Maar ja, we wachten heel geduldig alle verordeningen van onze muziekbond af. Wanneer wij weer eventueel mogen gaan repeteren samen. Ja. Dus dat, ja. Want nu repeteer je niet? Ik repeteer dus zelf. En we hebben met onze dirigent, kun je eigenlijk wekelijks een online repetitie afspreken. Dus dat is op zich wel... Een leuk alternatief en ook heel leerzaam hebben we gemerkt. Zeker als de repetitie 1-op-1 is. Ja. Want dan worden echt bepaalde details echt uitgediept. En denk je, oké, weer wat geleerd. Ja. Nou, dus iets om te behouden voor de toekomst. Af en toe dat soort... Ik zou zeggen van... Maar ook weer samen spelen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En, want dat is dan oefenen wat nu niet kan. Maar samen optredens en uitvoeringen doe je ook niet. Althans, ik zag laatst wel iets voorbij komen op internet. Ja, klopt. We doen dingen in klein verband. Wij bezorgen de mensen die in het huizen wonen in onze regio. Want die zijn natuurlijk al maanden ook verstoken van familie, vrienden die niet op bezoek mogen komen. Mm-hmm. En het leven is voor hen ook saai. Allerlei activiteiten vallen in die tehuizen ook weg. Dus wij zorgen af en toe dat we ergens op een binnentuin of op een parkeerplaats met een klein groepje muzikanten keurig de 1,5 meter, zo niet 2 meter afstand van elkaar houden. En de mensen die staan boven vandaan te zwaaien van een balkon of degene die nog wel naar buiten mogen, die komen buiten luisteren. Ja. Dat is echt, dat is echt, dat wordt zo warm ontvangen. Dat is echt heel dankbaar om te doen. Ik had nog één vraag. Eigenlijk aan iedereen die ik interview voor het programma vraag ik. Het programma heet Echt Stichtse Vecht. Ja. Ellie, wat is voor jou Echt Stichtse Vecht? Ja, Echt Stichtse Vecht, dat is toch wel het wonen in een natuurgebied zoals dit. Nou, hoor maar, je hoort daar in de verte wel een of andere maaimachine. Natuurlijk moet een beetje bijgehouden worden. Ja, natuurlijk, het is zo. Maar, en met name in deze coronatijd, toen ook veel minder verkeer op de weg was. De vogels die je hoort, de natuur hier, Ik ben natuurlijk al een tijd aan thuiswerken. Maar ik verzuim echt niet om 3 keer op een dag op de fiets te springen, een rondje polder te doen. Want het is hier zo verschrikkelijk mooi. Ja. Het is echt, het is prachtig.
als het publiek niet naar de muziek kan komen, dan komt de muziek naar het publiek. Bijvoorbeeld Soli Deo Gloria, Orfeo en de Brass Band Breukelen treden op bij de verzorgingshuizen. Laten we kijken of we dit soort pop-up optredens vaker kunnen doen. Goed, we zijn binnen bij Kunst met een Koekje bij Martine. Dag Martine. Hi. Leuk dat we even langs konden komen. We maken een uitzending echt stichtsvecht over de amateurkunsten. Ja. Die heb jij hier regelmatig te gast. Ja. Ja. Want wat doet Kunst met een Koekje? Naast de galerie bedoel je? Ja. Ik geef workshops, vooral voor kinderen. Ik geef ook workshops voor volwassenen. Die liggen helemaal op hun gat op het ogenblik. Ja, dat kan niet. Ik heb een inloopatelier, speciaal voor mensen die het leuk vinden om te tekenen en schilderen, maar die het niet zo leuk vinden om het alleen te doen. En ik geef les aan kinderen. Hoe doe je dat in deze tijden, de tijden van corona, dat je niet met elkaar bij elkaar kan komen? Gebeurt hier dan wel niks meer? Nee, er gebeurt nog wel wat. De echte workshops, die zijn er niet. En dat vind ik jammer. Maar wat er wel is, dat is het inloopatelier. En dat is niet helemaal inloop, omdat ik er niet meer dan twee tegelijk kan hebben. Ik zag nog iets heel leuks, want er zijn natuurlijk resultaten. Mensen maken mooie dingen, exposeren in de galerie. Ja. Maar je hebt nog iets bedacht. Nu deze dagen draait het. Ja. Hier in het dorp. We hebben een schilderwedstrijd voor alle inwoners van Stichtsevecht. Dus het maakt niet uit hoe oud. En de resultaten daarvan, die staan niet alleen bij mij in de etalage, maar ook bij een heleboel andere ondernemers in het hart van Maarsen. Okay. En wat vonden die daarvan? Dat jij kwam met, ik heb een mooie schilderij voor in je etalage. Nou, ze zijn eigenlijk een beetje de aanstichters. De ondernemersvereniging kwam met een mailtje waarin stond dat alle dingen als jaarmarkt en zo, dat het niet doorging, maar dat ze hun leden uitdaagde om met leuke ideeën te komen. Ja. En toen dacht ik, yes, dit is een leuk idee. Dit doen we. Ja. Kijk, en dat vind ik nou zo'n initiatief wat voor herhaling vatbaar is. Ja. Ik bedoel, daar kan je natuurlijk vaker wat mee doen. Ja. En dan hier in Maarsen, maar ook in Breukelen, in Loenen. Ik bedoel, daar moet iemand anders toch een handschoen oppakken, dat snap ik ook. Ja. Het is iets gewonnen worden? Er gaat iets gewonnen worden. We hebben nog niet helemaal uitgekiend wat. Het enige wat al vaststaat is een dinercheck voor twee van de dorpsgek. En heb je ook een overzicht online? Want ik ben nu bezig met de Facebookpagina. Hè? Ik toon Stichtsevecht. Het lijkt mooi om dan in juni, misschien nadat de uitslag bekend is, om een mooie galerij te maken met alle werken erop. Daar moeten we het maar eens over hebben. Ja. Daar kunnen we over praten. Daar gaan we het eens even over hebben. Dan hebben we nog contact. Goed, dankjewel voor het gesprekje. Ik heb nog één vraag. Doe ik eigenlijk aan iedereen die ik spreek voor het programma Echt Stichtsevecht. Ja. De vraag, wat is voor jou Echt Stichtsevecht? Dat je denkt, nou, Stichtsevecht, dan denk ik aan. En dat mag alles zijn. Heb je daar een antwoord op, Martine? In ieder geval de Vecht. En het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik woon aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik werk vlakbij de Vecht. Ja, lekker. Niet zo gestrest. Ja. Anders dan. Ik ben een stadskind. En dat is toch wel heel anders. Veel activiteiten spelen zich nu online af. Zo delen musea hun topstukken met uitleg op Instagram. En kunt u online rondleidingen volgen door onze musea. Ook onze workshop-aanbieders hebben hun activiteiten noodgedwongen verplaatst naar internet. Die activiteiten delen wij ook graag op de Facebookpagina Ik Toon Stichtsevecht. Dus pak uw verfspullen en doe mee. En als u straks, wanneer we weer samen in één ruimte mogen zitten, de smaak te pakken heeft, kunt u meteen aanschuiven bij de cursus voor gevorderden. Slaat u de beginners mooi over. Dus mensen, pak die schilderset uit de kast. Doe iets met die foto's die u altijd al online hebt staan waar u een keer iets moois mee wilt doen. Of ga naar zolder en pak die gitaar die daar al heel lang hangt en waar u altijd al iets mee wilde gaan doen. Volg een online cursus, YouTube filmpjes, maakt niet uit, oefen. Dan kunt u straks met de band mee gaan spelen, met de orkesten mee gaan spelen, exposeren, zodat als de podia weer open gaan, als er weer geëxposeerd moet worden, dat we nog meer talent hebben in Stichtsevecht wat we kunnen laten zien. Succes! Ik Toon laat zien hoeveel plezier het geeft om met kunst en cultuur bezig te zijn. En hoe creatieve activiteiten zorgen voor ontmoeting en verbinding. Iedereen is welkom om mee te doen.
ongeacht je herkomst, beperking, sociaal-economische status en vorm waarin je het doet. Kunst is voor iedereen. Bekijk het maar op de Facebookpagina Ik Toon Stichtse Vecht.